We hebben chaos nodig om tot iets constructiefs te komen. Wie zulke woorden spreekt, die toont zich daarmee een Marxist. Dus ik ben heel dankbaar aan de makers van Black Box dat ze dit er even hebben uitgedeeld uit een terloops gesprek met Johan Vollenbroek. Dat is die man die berucht is geworden om alle procedures die hij aanspant tegen boeren en bedrijven om ze het werken en het leven onmogelijk te maken. Dat maakt Johan allemaal niet uit, want hij werkt toen naar die chaos. Dat leg ik zo meteen nog even uit. Johan die heeft naar verluid een actiegroep. En volgens mij zit hij alleen zelf erin. En daarnaast heeft hij een adviesbureau wat bedrijven en boeren adviseert in hoe ze procedures aangespannen door Johan Vollenbroek kunnen voorkomen met hulp van Johan Vollenbroek. Dat is een leuk verdienmodel voor Johan Vollenbroek. Nou even die chaos. Marxisten werken toe naar chaos, omdat ze zien dat de onderdrukte, dat zijn wij allemaal, niet geneigd zijn om iets te doen aan hun onderdrukking. Ze zijn niet geneigd om de revolutie te starten, want ze hebben het nog veel te goed. In de heteronormatieve bourgeoisie samenleving waar we nu in zitten. Dus Marxisten willen dat allemaal afbreken en dat doen ze met termen als de Great Reset en transformatie. En je moet dat taaltje een beetje leren herkennen. En daarom heb ik dat filmpje gemaakt over Coca-Cola communisme. Dus daar begint het. Wat er dan daarna, na die chaos, moet gebeuren, daar moet je eens naar vragen dan bij een echte Marxist. Want het antwoord, daarmee weet je dat je met een echte te maken hebt. Een Marxist, een echte Marxist, mag daar namelijk geen antwoord op geven. Hij mag geen beeld hebben van wat er na dat alles naar de sodomieter is geholpen, wat dan het eindpunt moet worden. Dus in de tussentijd is hij alleen maar bezig met kritiek uiten op alles wat er in de omgeving gaande is. Als het moet, dan komt er een molotovcocktail voorbij zeilen. Alles maar om die heteronormatieve samenleving om zeep te helpen. En dan toont zich de weg. Want Marxisme is eigenlijk een vorm van, het is een religie sowieso, maar ook een vorm van alchemie. Want zij willen dus vanuit het lood van de chaos zal zich het goud tonen van het socialistisch paradijs. Dus het eindpunt is communisme en hoe dat eruit ziet, dat mag niemand weten. Dus de Marxist die daar wel een antwoord op heeft, die is verdacht, die is bourgeoisie, want zo is het geschreven in de geschriften van de Marxisten. Dat is waar we mee te maken hebben. En op dit moment wordt toegewerkt naar wat ik noem Coca-Cola-communisme. Dat wil zeggen, dat is een fusie. Een samenbrengen van aan de ene kant is het Marxisme en aan de andere kant het grootkapitaal. De corporaties, de multinationals. Dat verenigt zich. Dus met alle banken erbij natuurlijk, want dat zijn ook multinationals. Dus Johan werkt dus eigenlijk mee voor het grootkapitaal. Met de bedragen die hij naar binnen harkt, met al zijn advieswerk, is hij spoedig zelf ook een kapitalist. Maar goed, ik weet niet of hij dat zelf allemaal doorheeft of wil hebben, maar dit is op dit moment gaande. En tegenover Johan Vollenbroek en aan de andere kant die boer of die advocaat van het bedrijfsleven staat een rechter, of zit een rechter, van 4 van de 5 gevallen van D66. Want dat heeft de Volkskrant een keer becijferd. Dus D66 is tegenwoordig niet meer een licht linkse partij, maar is een neo-marxistische partij.
Het marxisme is in opkomst. En dit is dus niet het fascisme. Je kunt op zich zeggen van nou, waar het bedrijfsleven zo prominent vertegenwoordigd is en zo de regie in handen heeft, daar heet het toch fascisme? Ja, formeel heb je gelijk. Maar de beelden die mensen daarbij krijgen zijn van Mussolini, en als ze wat minder erover gelezen hebben, misschien Hitler. En dat dekt duidelijk de lading niet. We hebben er veel meer aan om te beseffen dat deze vorm van fascisme eigenlijk een vorm van marxisme is met de corporaties erbij. Wat ik dan noem Coca-Cola communisme. Bedankt.